Toen mijn docent uiteindelijk aan mij vroeg of ik dat niet overwogen had om te studeren, heb ik een mail-op-dag gedaan hier op de Radboud Universiteit. En ik heb hem volgens mij meteen de dag erna ingeschreven. Want ja, dat beviel zo ontzettend goed dat ik dit wel moest kiezen, dat dit het gewoon was. Ik heb voor filosofie gekozen omdat ik het 3 jaar eerst op de middelbare school als vak had. En dat beviel ontzettend goed. En toen mijn docent uiteindelijk aan mij vroeg of ik dat niet overwogen had om te studeren, heb ik een mail-op-dag gedaan hier op de Radboud Universiteit. En ik heb hem volgens mij meteen de dag erna ingeschreven. Want ja, dat beviel zo ontzettend goed dat ik dit wel moest kiezen, dat dit het gewoon was. Wat mij bevalt aan de studie is dat het een ontzettend gezellige sfeer is. De mensen die er rondlopen zijn allemaal anders, maar iedereen accepteert elkaar. De band met de docenten is heel erg goed. En de stof is vaak wel heel pittig, maar daar word je wel gaandeweg in meegenomen. En de manier waarop je wordt lesgegeven is echt heel gezellig en heel prettig. Ik heb voor Nijmegen gekozen omdat het lag redelijk dichtbij in de buurt. Ik kom uit Wageningen oorspronkelijk en ik wilde niet al te ver weg. Ik vind het heel fijn als een stad aan de rivier ligt, omdat ik heel erg hou van de Waalstrandjes die je hier hebt. En de focus die ze bij filosofie aan de Radboud Universiteit op het geschiedenisgedeelte leggen, vind ik ook heel belangrijk en heel prettig. Ja, de sfeer op de faculteit is echt ontzettend gezellig en heel fijn. Het is niet zo'n hele grote studie, dus je kent eigenlijk al heel snel iedereen. Als je de intro volgt, ken je eigenlijk al bijna al je medestudenten. Waardoor het best wel een grote vriendengroep wordt eigenlijk met z'n allen. De band met de docenten is ook heel rustig en heel fijn. Dus de sfeer is heel erg gemoedelijk. Wat ik na mijn studie ga doen is hopelijk de educatieve master hier aan de universiteit. Dat houdt in dat ik ook mijn docentbevoegdheid haal voor de middelbare school voor filosofie. Of ik dan meteen voor de klas wil gaan staan of wat ik daarna wil doen, dat weet ik nog niet precies. Maar dat is nu het doel. Een leuke herinnering die ik heb van mijn studietijd hier tot nu toe is toch zeker wel de intro. Ik heb hem eerst al zelf meegemaakt in coronatijd en daarna ben ik intro-mentor geweest afgelopen jaar voor de nieuwe lichting. En dat was ontzettend gezellig, heel erg leuk. En er is niet één specifieke herinnering, maar gewoon de hele week lang was ontzettend mooi en heel leuk.